haalt de cabaretier zijn neus op voor het slijk der aarde. Volgende week woensdag, even voor 7, hier op TV2. Nieuw Nederlands cabarettalent, ook op radio. Hij zegt, dan verdien je eens even kijken hoor, 25 keer. Dan verdien je 12.000 gulden in een avond. Ik zeg ja, ja. Cabaret en zaken. Het lijkt een grote tegenstelling. De maatschappelijk kritische en per definitie linkse cabaretier haalt zijn neus op voor het slijk der aarde. Zo leeft een hardnekkig misverstand bij een breed publiek. Niets is minder waar. De cabaretier is ook een excellente ondernemer, zo zal blijken, uit deel 11 van onze Tediac NOT-serie De Wortels van het Kwaad, de kunst van cabaret. Cabaret is een economische factor van betekenis. 1 op de 2 theaterbezoekers woont een cabaretvoorstelling bij. Er worden jaarlijks 6.500 voorstellingen gegeven. Bij een gemiddelde toegangsprijs van 25 gulden en 400 bezoekers per avond betekent dat een jaaromzet van 65 miljoen gulden. Niet slecht voor een niet gesubsidieerde kunstvorm. De cabaretier als ondernemer, wat ben je dan? Een NV, FOF, CV of BV? Ik ben jarenlang VOF, dat is een vennootschap onder firma geweest. Ja, dan heb je eigenlijk met een paar mensen een marktkraam. En nu ben ik een BV. En ik heb het prima geregeld. Ik begrijp er alleen niets van. Er is, en ik geloof dat het maar goed is ook. 1 keer per jaar dan is hier een vrolijke bijeenkomst. Dat is dan boven. Dan zit er rond de tafel de boekhouder, de accountant die de jaaraangifte verzorgt, mijn impresario en mijn vrouw. En ik geloof dat die vier samen, die begrijpen het. En wie denk je dat daar omheen loopt met de koffiekan en de koekjes? Ik schenk en luister af en toe. Vang wat op en denk, ben ik blij dat ik direct weer mag rijmen. Dat ik dat niet hoef te doen. Gelukkig waren er ook mensen op die camping die me niet kenden. Ja. Nee, dat was ook een heel raar verhaal. Dat was namelijk een Engelsman en die kwam uit Swansea. En die snapte er niks van waarom al die Nederlanders naar dat ene tentje kwamen waar ik zat te kamperen. Hè. En die riepen alsmaar Ansi en Paella en zo. En die Engelsman kwam naar mij toe en die zei, can you please explain to me why all these people want to make your acquaintance? Aardig, hè? Ja, ik heb die Engelsman ook een complimentje gegeven voor zijn goede Engels. In het Engels, dames en heren, is het voor mij totaal geen probleem, want ik ben vroeger leraar Engels geweest. Dat weten veel mensen niet, hè? Dus ik zei in het Engels tegen die gozer, ik zal gezien het feit dat jullie niet eens twee woordjes kennen meezingen, dit in het Nederlands doen. Ik zeg, ze komen naar me toe, want ze kennen me van de televisie. Toen zei die Engelsman, what is your profession, if I may ask? Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, anders haken ze hier af. En de Engelsman zei, sorry. Ik zei, nee, in het Nederlands graag. Hij zei, oké. Ik zei, doe nou het Nederlands, joh, zeikwart. En toen zei hij, sorry, wat is je beroep? Ik zeg, dat is een goede vraag. Hè? En toen zei ik, ik ben cabaretier. En die Engelsman zei, sorry, ik spreek geen Frans. Dat is een beetje een zeikwart. Toen moest ik gaan uitleggen, wat mijn beroep nou voorstelt. Hè? En dat is heel moeilijk, om dat aan buitenlanders uit te leggen. Want het is zo Nederlands. Hè? Dus ik zei, ja, het is op een theater en je doet het in je eentje. Tenminste, ik wel. En het is om te lachen. Als er niet wordt gelachen, is het vaak een toneelstuk. Ik zeg, en je kan liedjes zingen, leuke liedjes of mooie liedjes. En je kan verhalen vertellen. Hij zegt, wat voor verhalen? Ik zeg, dat maakt eigenlijk niet uit. Alles is goed, in feite. Hij zegt, ja, maar wat dan bijvoorbeeld? Ik zeg, nou, alles kan. In feite kan alles. Maar hij zegt, ja, maar wat dan? Noem eens een voorbeeld. Ik sta bijvoorbeeld dat ik met jou hier sta te praten. Hij zegt, vinden ze dat leuk? Ik zeg, ja, dat is geen punt. Ik zeg, luister maar. Die Engelsman zegt van, hoeveel komen er op zo'n avond? Zit aan, joh. Ik zeg, gemiddeld in Nederland zo'n 500. Hij zegt, wat betalen die voor die onrein, joh? Ik zeg, gemiddeld een geeltje. Hij zegt, wat? Ik zeg, a little yellow one. Ik zeg, ja. Hij zegt, hoe lang duurt die gein? Ik zeg, 2 keer een uur. Hij zegt, dan verdien je eens even kijken hoor, 25 keer. Dan verdien je 12.000 gulden in mijn avond. Ik zeg, ja, ja, ja. Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. Hij zegt, dat is 6.000 gulden per uur. Ik zeg, ja, 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 als je nog doorrekent is het 100 gulden per minuut. Hij zegt, en dan kan je zomaar wat vertellen. Ik zei tegen die Engelsman, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik kan op mijn podium in Gouda 3 minuten lang voor het publiek staan uitrekenen wat ik verdien. En daar verdien ik dan weer 300 gulden mee. Ik zeg, dan krijg ik nog een applausje voor geeltje. En die Engelsman was absolutely flabbergasted.
Ben je nou rijk geworden aan het cabaret? Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb... of rijk. Ik heb altijd volle zalen en ik heb veel boeken verkocht enzovoort. Maar... ja, het is nooit het motief geweest. Of niet? Het is het nog niet. Maar het is wel zo dat ik daardoor... maar dat is altijd bij mij geweest... de organisatie om me heen is goed. En ik denk ook... een vriend van mij zei dat ooit een keer... die ik ooit een zakelijk advies had ik daarvan nodig. Ik wist even niet wat ik moet doen. En zei hij, wat is je vak? En zei ik, hij vulde het voor me in. Hij zei, grappen maken. Nou, waar jij je nou mee bezig moet houden, is met grappen maken. En al dat geneuzel eromheen. En al dat gedoe. En het is ook aardig dat ik... dat is ook het leuke van als je ouder wordt. Het aantal mensen dat toen ik mijn eerste geld ging verdienen. Het aantal mensen dat toen naar me toe kwam. En zich met mij bemoeide. Of tenminste, van die ongevraagde adviseurs, weet je. Weet je wat jij zou moeten doen? Weet je wat ook heel verstandig? Nou, dat heb ik allemaal niet gedaan. En het aardige is dat ik dus nu nog steeds met één ding bezig ben. Dat is met het maken van mijn voorstellingen. En al die mensen die mij die adviezen hebben gegeven, die zijn of failliet, of ze hebben een maagsfeer, of een dichtgeslipt huwelijk. Of het is allemaal... die zijn allemaal met bijzaken begonnen. En ik had een keer een accountant. Gewoon, de accountant, die kwam ook met allemaal adviezen. Terwijl ik tegen hem zei, volgens mij heb ik u ik heb maar via MAVO. Ik zei, volgens mij heb ik u aangenomen om de jaarrekening op te maken. Ja, maar in mijn vak is het tegenwoordig. Ik zei, man, lazer op. Maar ik moest dan een tweede BV en een derde. Ik zei, maar daar heb ik helemaal geen zicht meer op. Dus ik heb nog steeds heel ouderwets één BV. En dat gaat allemaal heel goed. En ik moet heel veel belasting betalen. En ik vind ook dat het moest. Want toen ik weinig geld verdiende, vond ik dat mensen die veel geld verdienden, dat die veel belasting moesten betalen. En één ding neemt van mij aan. Als je veel belasting betaalt, verdien je ook heel veel geld. Dus het is allemaal gelul en onzin. Het is allemaal bijzaken. Het is allemaal gedoe. Mijn belastingscontroleur, die is op zijn kop gevallen. Door hem moet ik mijn broeksriem altijd maar versmallen. Hij steelt de biefstuk van mijn bord, hij hangt altijd aan het slippen. Maar nooit kwam er één woordje van dank over zijn lippen. Zijn ogen zijn precies twee schele kakkerlakken. Als ik denk dat hij naar boven kijkt, dan kijkt hij in mijn zakken. In zijn schoenen zitten torpedo's, die schiet hij op mijn schenen. Telkens als hij denkt dat er contracten zijn verdwenen. Uit zijn neus gaat er komt lachgas en terwijl ik haast versmacht, heeft hij onder tafel mijn spaarvarken verkracht. Ja, hij is een grote Vlaming, een verhelderende geest. De coiffeur van Fabiola is zelfs al bij hem geweest. Aanvankelijk deden wij zelf ons impresariaat. We verspreiden overal visitekaartjes met telefoonnummers erop. En daar werd dan op gereageerd. En toen kwam er een moment dat iemand zei van... kunnen wij niet eens wat gaan boeken voor jullie? En dat heette toen aanvankelijk A67 Kleinkunstprojecten. En A67 Kleinkunstprojecten werd wat groter en steeds groter. En op een gegeven moment bleek er helemaal geen geld meer in kast te zijn bij A67 Kleinkunstprojecten. Toen bleken we echt opgelicht en getild. De zaak ging failliet. Ik kwam bij een affichedrukker en die zei, hebben jullie ook nog geld te goed van A67 Kleinkunstprojecten? Ja, zeiden wij. Oh, zei de affichedrukker, zullen we dan samen het faillissement aanvragen? En precies zo is het gegaan. Ze hebben nog een tijdje wat terug kunnen betalen. En het ging niet om veel geld, hoor. Ik ben uiteindelijk geloof ik 9000 of 8000 gulden verloren. Maar toen waren dat grote bedragen. Zeker voor zo'n rondreizend cabaretje als wij. Verschrikkelijk. En dan ook het idee om iemand failliet te verklaren. Dat heb ik niet geleerd op school. Ja, open kaart spelen. Controleren is negatief. Open kaart spelen. Je managementbureau moet de boeken open doen en zeggen, kijk, daar zijn zoveel kaartjes verkocht, er komt zoveel geld binnen en dan krijg jij zoveel van en ik heb dat uitgegeven.
open kaart spelen. Niet dat er een rekening komt dat je deze maand 800 gulden verdient. Het is ook belangrijk dat je zelf een beetje inzicht hebt hoe een bedrijf werkt. Want een collega van jou, Karin Bloemen, heeft ook meegemaakt. Ja, twee keer. Twee keer misgegaan. Verkeerd management. Eerst met, de naam zou ik niet noemen, want het is niet nodig om in dit programma mensen onderuit te halen. De eerste management, echt mismanagement. Daar liep alles door elkaar. Die ging ook televisieprogramma's doen en die ging het geld van het een gebruiken voor het ander. Dus toen was Karin veel geld kwijt. Daarna is het weer misgegaan met een. Dacht ik, neem iemand helemaal in dienst bij mij, die zit op mijn kantoor. Ja, toen sloot ze de boeken weer af met een paar ton tekort. Niet dat hij het in zijn zak gestopt had, maar slecht management. Het management moet kunnen overzien. Ik kan wel 100 keer roepen, ik wil een zwembad op toneel. Maar als mijn inkomsten, laten we zeggen, 7 ton zijn. En alleen al dat zwembad kost 5 ton, dan hou ik nog maar 2 ton over om muzikanten te betalen. Dat kan niet. Dus dan moet het management kunnen zeggen, nee hoor, dit heb ik aan voorstellingen geboekt. Dus je kunt zoveel uitgeven. Dus het kiezen van je manager is iets waar je grote zorgen aan aandacht aan moet besteden. Ja, er lopen natuurlijk heel veel rond die het er even bij doen. En er zijn echt goede managementbureaus op cabaretgebied. Er zijn er echt heel veel goed, want er is veel cabaret. Maar ik vind het wel belangrijk dat je iemand hebt die ook met je meedenkt, die je adviseert. Die zegt, of meegaat? Ja, ik vind dat management wel regelmatig mee moet gaan om te kijken hoe het gaat met zijn of haar groep. Maar die me ook moet kunnen zeggen, weet je, jij moet eens gaan praten met die tekstschrijver. Of laten we eens Jan Boerstoel of laten we eens George Groot van Donker Shocking uitnodigen en vragen of die naar je programma kijkt. Want er moet nog wat aan geschaafd worden. Een impresario verkoopt de voorstellingen, beheert de organisatie, bewaakt inkomsten en uitgaven en is vooral steun en toeverlaat voor de cabaretier. Er zijn er in Nederland een achttal. Eén van hen is George Visser, manager van onder andere Freek de Jonge. Het barst van de concurrentie. Er is een gigantisch aanbod op dit ogenblik. En dat maakt het voor een beginnende cabaretier altijd een stuk moeilijker om aan de bak te komen dan iemand die al min of meer gesetteld is of al aangesloten is bij een van de grotere impresariaten. Een schouwburgdirecteur weet op een gegeven moment ook niet meer wat hij moet wel doen of niet doen. Dus die gaat af op degene waarvan hij denkt van hé, die hebben al in het verleden kwaliteit geleverd. Daar hou ik me bij. En daar speelt het manager dus een essentiële rol in bij dat verkopen. Ja, ja. Als je als totaal onbekende, als Peter de Vries, ik ken hem niet, maar stel dat hij naar een schouwburg belt en zegt van ik wil een voorstelling bij u plaatsen. Dan zal de schouwburgdirecteur zeggen wie bent u, waar gaat het om enzovoort. En zal zeggen nou misschien kan je een zaal huren. Als ik kom, dan gaan de agenda's open en dan gaan we praten over de producties die ik inmiddels in mijn pakket heb zitten. Dat is makkelijker binnenkomen, omdat ze me kennen. Dus ze weten van nou, daar gaan we 2 uur lang mee kletsen. En dan nemen we het hele pakket door. Het vinden van een succesvol impresariaat is voor de jonge cabaretier van levensbelang. Door het grote aanbod aan talent kunnen de impresario's de krenten uit de pap kiezen. Het winnen van een festival maakt de keuze van een manager een stuk makkelijker. Met mij gebeurden leuke dingen, want ik kreeg een impresariaat. Ik mocht zelfs kiezen uit 2, die kwamen naar me toe. Van wil je bij ons in de stal? En toen heb ik gekozen en sindsdien mocht ik mezelf professioneel cabaretier noemen. Dus toen heel veel gaan spelen en ik kon ervan leven, dat is ook fijn. Is dat een moeilijke keuze om dan te kiezen als 2 impresario's die willen hebben? Hoe doe je dat dan en waar let je dan op? Nou, waar ik op lette was... Ja, het was natuurlijk mijn eerste ervaring ermee. Dus, maar ik ben er maar van uitgegaan. Ik heb voor een impresariaat gekozen wat niet heel veel cabaret in zijn stal had. En dat was niet de voornaamste reden, maar dat kan ik me nog herinneren dat ik dat wel belangrijk vond. Mijn conclusie daaruit was, terwijl het misschien helemaal niet zo hoeft te zijn hoor, als mensen veel cabaret hebben. Maar ik dacht, laat ik maar iemand nemen die genoeg tijd en aandacht voor me heeft. Want ik wist zelf ook niet precies wat ik ermee wilde en dat leek me belangrijk. Dus de bedoeling dat ze mijn zaken regelen en dat doen ze ook heel goed. Ze beheren mijn geld, dat is ook heel belangrijk, anders maak ik het allemaal op. En ze begeleiden me inderdaad. Maar de moeilijkheid is gewoon van wat wil ik met mijn cabaret en wat is hun idee over wat ik ermee wil. En daar kom ik steeds meer achter. Dat ik daar gewoon, daar moet je duidelijk in zijn. Anders dan gebeuren er dingen waarvan je denkt, zeg, waarom gebeurt het eigenlijk? Niet omdat ik erom heb gevraagd.
En ik ben erg geneigd om te denken, oh, ik werk voor hun. Dus als zij zeggen dat ik daar moet optreden, dan moet ik daarheen. Maar het is andersom, zij werken voor mij. En dat begint ook steeds meer op me door te dringen. Dat ik gewoon kan zeggen, daar wil ik niet meer staan. Daar wil ik niet meer optreden, want het slaat nergens op. Van het begin af aan hadden wij een beetje grote bek. In het begin heb ik daar niet bij nagedacht van, oh jee, dit geeft problemen. Later had ik gelukkig een positie, ja, de zalen waren uitverkocht. En dan vind ik dat wij het wel degelijk moeten zeggen. Want ze moesten ons wel boeken, want het publiek wilde wel naar onze voorstelling toe. Maar ik roep wel altijd, houd dat van het begin af aan in de gaten wat er gebeurt. Wat voor rekeningen theaters. De Dirigentia in Den Haag is een leuk theater. Maar pianostemmen, 75 gulden. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar als je er een week staat en wij na 3 dagen dachten, de stemmer is hier helemaal niet geweest. Toen hebben wij een keer inderdaad met een plakbandje de piano afgeplakt. En dat zat er de volgende dag nog op. Ja, dan gaat die 75 gulden niet door. Of balletvloer leggen, 100 gulden. Als je er een week staat, wil ik niet 5 keer een rekening van 100 gulden. Die vloer ligt er al, klaar. Dus theater zoeken, dat snap ik nou ook alweer een klein beetje. Van, we moeten geld, het gaat allemaal moeilijk. Dus ze vinden allemaal slimme dingen om geld eruit te halen. Dus goed op je tellen passen. Ik vind dat je er goed op moet blijven letten. Het is eigenlijk ook met het management zo. Stel je voor, je staat in de Schouwburg van Utrecht. Er kunnen 900 mensen in. Er zijn er 600 kaarten verkocht. Dan besluit je nog een advertentie te zetten op pagina 3 in de Volkskrant. Dat kost je, laten we zeggen, 800 gulden. En op die 800 gulden krijg je nog 200 kaartjes binnen. Wie betaalt nou die 800 gulden? Ik? Maar dan wil ik ook al het geld van die 200 kaartjes hebben. En niet een deel naar management en een deel naar theater. Als je zegt, nee, het theater ook zoveel procent, management zoveel procent. En dan krijg je ook allemaal zoveel procent van de winst. Anders betaalt de groep alleen maar en management en theater zitten te innen. Daar moet je op letten. Gebruikelijk is dat een impresariaat 15% krijgt van de netto-recette. Met netto-recette bedoel ik dus dat het kaartje verkocht wordt voor 25 gulden, ik noem maar wat. Daar gaat de BTW uit, daar gaat auteursrechten uit. Daar kan nog een percentage bespreekgelden uitgaan. En dan hou je een x-bedrag over en dat bedrag wordt gedeeld tussen de Schouwburg en het gezelschap. En daarvan krijg ik dan 15%. Dus dat is soms dan misschien de helft. Nee, van het totaal wat er binnenkomt. Ja, de helft van het wat er totaal binnenkomt. En van die helft krijg ik dan 15%. Dus het is niet altijd een vetpot. Om mijn gebrekkige vooropleiding nog een beetje te compenseren, ben ik voor ik met dit programma op pad ging nog even te raden gegaan bij de heer Van den Ende. Ik weet nog heel goed wat hij tegen mij zei. Hij zei, het belangrijkste in dit vak is de totstandkoming van een stuk marktgerichte policy. Waarbij je alle facetten van de markt de revue laat passeren. En in vergelijking met je collega's tot een zo hoog mogelijke rentabiliteit probeert te komen. Zonder daarbij overigens de verantwoordelijkheden naar je cliënten toe te veronachtzamen. Namelijk door in te spelen op het behoeftepakket dat op dat moment bij de mensen leeft. Ik zeg, god, dus ze stelt eigenlijk helemaal geen reet voor. Hij zegt, wel nee, stelt geen reet voor, zeg. Komt er gewoon nog neer dat je misschien naar zakelijk alles een beetje op een rijtje staat. Ja, en dat is tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want de meest zwakke bevolkingsgroepen moeten tegenwoordig inleveren, maar klinkt misschien gek dat ik het zelf zeg, maar ze zouden de artiesten wel eens kunnen aanpakken. Het decor bijvoorbeeld is volledig aftrekbaar van de belasting. Ja, en het maakt me eigenlijk helemaal niet uit wat voor een decor ik heb. Ik bedoel, als er maar waar staat. Daarom had ik vorige week nog een zeiljacht als decor. Ja, zodoende is dat ding fiscaal aftrekbaar, je krijgt de BTW terug en zomers kun je mooi met je decor gaan varen. Daarna had ik op aanraden van mijn tandarts een gouden kies als decor uitgezocht. Ik krijg hier premie op, fiscale aftrek en een kleinschaligheidstoeslag. En vanavond laat ik u dus even deze parketvloer zien, want ik heb volgende maand een kleine verbouwing gepland. Ja, het staat allemaal nog niet zo stijl voor, maar ja, wat maakt het uit? U komt toch wel. Hier, het is alweer uitverkocht. Hartstikke laat is nog uitverkocht. Het is trouwens altijd uitverkocht. Het is altijd uitverkocht. Ja, ik weet het niet, maar het is altijd en overal uitverkocht. Ik snap het ook niet. Terwijl vroeger was er zo weinig belangstelling voor mijn programma's, dat er hier in een Vestzaktheater wel eens een keer een voorstelling werd afgelast wegens ziekte van de toeschouwer. We hebben in Nederland een aantal hele goede impresario's.
op het gebied van cabaret. Die daar heel zorgvuldig mee omgaan. Het is ook vaak heel persoonlijk. Mensen moeten elkaar ook liggen. Een impresario en een artiest moeten toch een soort, zoals een coach of een trainer met zijn sporters. Er moet ook een persoonlijke band zijn. Het moet elkaar liggen. Ja. Er zijn een aantal hele goede, maar ook dat is een buitengewoon tricky vak, hoor. Ja, zeker. Je bent ongelooflijk kwetsbaar. De dilemma waar een impresario vaak voor staat, is als hij een artiest werkelijk goed wil begeleiden, inhoudelijk en zakelijk, dan kan hij er eigenlijk maar 2 of 3 in zijn stalletje hebben. Maar daar kan hij niet van leven, tenzij hij 2 of 3 grote namen heeft. Maar dan is hij weer ongelooflijk kwetsbaar. Want neemt zo iemand een sabbatical year of wordt hij een keer ziek, dan valt ook de hele omzet onder het bureau uit. En in dat vak zie je mensen vaak ook ontzettend tussen van ja, moet ik nou klein blijven of juist groter worden? Dan moet je personeel in dienst nemen. Maar zoals alles in theater, het is een ongewisse business. Ik heb vaak bewondering voor de mensen die dat toch met die bevlogenheid en met 60, 70 uur in de week werken en risico's nemen en geloven in dingen, geloven in zo'n artiest en daarvoor gaan. En ja, soms tot vervelends toe. Dan denk ik, nou hebben we het gesprek wel gehad. Nee, want dan is er toch nog weer een nieuw gezichtspunt. En dat vind ik tegelijkertijd soms wat irritant, maar ook zeer bewonderenswaardig. Dat soort mensen die zo voor hun artiesten werken, ja. Hoeveel moet je nou als cabaretier omzetten om het profijtelijk te maken, om tenminste een droge boterham te kunnen verdienen? Dat hangt van de cabaretier. Sommigen werken er nog bij. Dat scheelt. Die doen dit gewoon als opbouw naar. Als het lukt, dan is het mooi. En die hebben dan ook de mogelijkheid om, laten we zeggen, te investeren. Hoeven niet per se te leven van hun inkomsten uit de voorstellingen. Ik denk dat als je beginnend cabaretier bent, dan zal je toch gauw een omzet moeten halen van 8.000 à 10.000 gulden om alle kosten per maand, alle kosten te kunnen dekken die erin zitten. En dat is een moeilijk haalbaar bedrag op dit moment, in deze tijd. De meest succesvolle cabaretiers, bijna altijd solisten, hebben als onderneming een bruto inkomen tussen de 3 en de 6 miljoen gulden. Natuurlijk gaan daar aanzienlijke kosten voor organisatie, personeel en impresario vanaf. Het persoonlijk inkomen van deze top ligt tussen de 1,5 en de 2,5 miljoen gulden. Maar voor iedereen in het cabaretwereldje geldt dat pecunia zelden het motief is om het vak uit te oefenen. Alhoewel, uit een recent kranteninterview bleek dat de cabaretiers Waardenberg en De Jong zich zorgen maken over de grootte van de auto van hun manager Harry Kies. Daar kan me wat bij voorstellen, ja. Dat hebben ze bij mij niet, gelukkig. In wat grote rij jij dan? Ik rij een opgevoerde eend. Ja. Hoeveel keer per jaar treed je nou? Rond de 200. En ik neem af en toe een jaar rust. Ja? Ja. Hoe doe je dat nou? Je hebt kinderen? Ja. Jonge kinderen? Ja, jong. Maar je bent elke avond vertrek je een uur of 4 naar het theater? Ja, maar dat weten ze. Dat doet papa, dat is papa's werk. Maar ik ben wel thuis als ze uit school komen vaak. En ik haal ze vaak uit school. En ik breng ze vaak 's morgens. En weinig vaders. En ik heb een aantal jaar geleden besloten om op zaterdag niet meer te spelen. Dat maakt in Schouwburg niks uit. Of ik nou in Nijmegen van maandag tot en met vrijdag sta. Of van dinsdag tot en met zaterdag. Dat zal iedereen jeuken. Ja. Ja, toch? Tuurlijk. Ja, of je nou op dinsdag naar me toe gaat of op maandagavond. Dat maakt niet uit. Ik ben echt niet leuker op. En toen heb ik die zaterdag. Behalve dan in de grote series Carré en Kleine Comedie en Rotterdam. Amsterdam, Rotterdam. En dan heerlijk. En dan zaterdag dan nou, met de hele familie. Gewoon net als bij ons vroeger thuis. Zaterdagavond doe je met je kinderen leuke dingen. Ja. En ik heb zelf als kind daar ongelooflijk goede herinneringen aan. Aan mijn vader die zaterdag thuis was en zaterdag met me naar het sportveld ging. En dat soort dingen. Nou, mijn zoontje gaat volgend jaar voetballen. En ik vind het, ben er trots op dat ik dan langs de lijn kan staan. Dat ik dan kan kijken. En dat we daarna nog even een kopje soep kunnen halen ergens. Of dat we iets kunnen gaan doen. Dat vind ik wel leuk. En ik zou het ook een beetje meer eer te navinden om aan de ene kant al die dingen op zo'n podium te verkondigen. En dan voor de rest net zo'n sneuwe figuur te zijn die je omschrijft. Dus ik probeer dat, het slokt al genoeg tijd op, hoor. Optreden en schrijven samen. Ik denk dat ik toch, maar goed, ik zit veel thuis in mijn werkkamer en er zit trouwens geen deur in, dus er kan iedereen in en uit lopen. Ja, dat wel. Het is niet zo'n afgesloten hok van papa zit te werken, stil in huis, absoluut niet. Dus, er ligt gewoon een bende Lego en zo hoort het ook.
inderdaad, het zijn de wortels. Precies, ja zeker, inderdaad, het zijn de wortels van het kwaad. Het kwaad.